Ik was een saaie, alleenstaande huisvader. En ik werkte in een winkel. Elke dag precies hetzelfde. Ik maakte een praatje met de buurtbewoners en om 5 uur ging ik lekker weer naar huis. Want thuis is de postzegelverzameling. Mijn alles. Er gebeurde eigenlijk nooit iets in mijn stad. Mijn dochter Adda maakt zich meer zorgen over wat jongens van haar vinden. Volgens mij vindt ze mij best een goede vader. Mijn vader is best saai. Hij werkt gewoon in een winkel. Hij leest de krant. Ik wou dat er wat actie was. En dat onze levens die avond zo enorm veranderd waren, dat had niemand mij kunnen vertellen. Dit is het verhaal van een doodnormaal stadje, waar een vader vraagt aan zijn dochter hoe haar dag was. Maar ook een nacht waardoor een mysterieuze gebeurtenis mijn hele leven op zijn kop zette. Dit is het verhaal van Alone. Waar ik 's nachts ging slapen in mijn bed en waar het een nacht lang steeds stiller werd. Het was een nacht waarin dingen veranderden en dingen verdwenen. Een nacht waarna alles veranderd werd. En een nacht waarbij ik alles kwijtraakte wat me lief is. Anna, waar ben je in godsnaam? Waar is dat stomme kind nou weer heen gegaan? Anna? Anna? Oh, nee. Ik moet haar gaan zoeken. Het moet! En in een stad waar duizenden mensen woonden, bleek dat niemand er meer was. De hele stad was verlaten. Totdat een paar dagen later overal vreemde wezens opdoken. En een paar dagen later wilde dieren de stad betraden. Vormden militaire groeperingen om de stad voor zichzelf over te nemen. Of wat er nog van over was. Ik wist dat ik moest vechten om mijn familie terug te vinden. Oh nee, oh mijn god. Nee, daar, oké. Shit. Wat hebben jullie met Anna gedaan? Waar is Anna? Waar is Anna? Wat zijn die domme dingen? Oh my god. Oh, mijn kogels zijn op. Zet. Oké, laat me met rust. Oh my god. Ik moet niet weg. Ja. Oké, 3, 2...